Stof, zandwolken, het verspreidt zich als een gas op een gegeven moment. Zand, het vloeit naar beneden alsof het een vloeistof is. Zand, je kunt het gebruiken als bouwstof alsof het een vaste stof is. We noemen dit granulaire stofeigenschappen. Daar gaan we het die keer over hebben. Kijk, voor een gas gelden deze drie aannames. Althans, voor een ideaal gas, hè? En dan geldt ook de algemene gaswet. Voor een granulaire stof, ja, wat is daarmee? Nou, het bestaat in ieder geval wel uit heel veel kleine deeltjes, maar ze hebben zeker wel natuurlijk een bepaalde grootte. En ze kunnen ook bewegen in diverse richtingen, maar ze zullen elkaar zeker wel beïnvloeden. En ze zullen ook energie verliezen. Oftewel, die algemene gaswet, ja, die geldt hier niet. Granulaire stoffen kom je overal tegen. Bijvoorbeeld grind is een granulaire stof. Of misschien heb je er wel eens in gelegen. De ballenbak, ook een granulaire stof. En ik hoop niet dat je hierin gelegen hebt. De drijfstand, ook granulaire stof. We kijken even naar een aantal eigenschappen van zo'n granulaire stof. Eerst even het gas. Hier heb je gas, ideaal gas, bepaalde druk, bepaald volume. En als ik het volume kleiner maak, wordt de druk groter. Ja, dat is een gas. Wat nu als je zand neemt? Als je dat onder druk zet, hoe doe je dat? Nou, niet zo moeilijk. Plop. Ja, je gaat erop staan. Dat betekent dus dat je het zand wegduwt. En wat gebeurt er dan? Nou, eventjes kijken. Kijk, hier heb je het zand keurig opeengestapeld. En als je dat dan wegduwt, wat gebeurt er dan? Ja, het moet ergens heen. En het is al zo keurig gestapeld. Dus het enige wat kan gebeuren is op deze manier. En dan zie je dus dat het volume niet afneemt, maar het neemt toe. En nog mooier is het als je nat zand hebt. Wat gebeurt er dan? Ja, je gaat opstaan. Dus die zandkorrels gaan een beetje uit elkaar. En dat betekent dus dat er meer ruimte is, oftewel het water zakt. En daar zul je vast wel een keer tegen zijn gekomen op het strand. Als je op nat zand gaat staan, dan zie je dus dat er omheen het water weggaat. Ja, en dat is bij granulaire stof zo dus. Bij een hogere druk heb je juist een volumevergroting. Ja, een groot verschil tussen een granulaire stof en bijvoorbeeld een gas. Iets anders. We pakken nu geen gas, maar een vloeistof. Ja, ik heb hier een maatbeker en drukmeter bij en ik ga er wat vloeistof in gieten. Zo. En dan gaat natuurlijk de druk, hè, ik ga de druk beneden meten en die gaat omhoog. Als ik nu dubbel zoveel vloeistof doe, dan krijg ik ook dubbel zoveel druk. Nu een granulair stof. Ja, ook een drukmeter. Ik stop er even wat in. De druk gaat omhoog. Maar als ik nu dubbel zoveel stof erin doe, dan gaat de druk wel omhoog, maar niet twee keer zoveel. En dat komt omdat bij vloeistof de druk allemaal keurig naar beneden gaat. Maar in granulaire stof, die diverse deeltjes die duwen tegen elkaar aan, oftewel dat verspreidt zich. En dat betekent dus dat een deel ook tegen de kant aanduwt. En daar verliest het zijn energie. Ja, hij krijgt dus een bepaalde kracht, wordt door een wand opgeheven. En daardoor zal de druk dus minder snel toenemen dan bij een vloeistof. We vullen het glas nog een keer met water, met vloeistof, franja of wat dan ook. En je kantelt het glas. Dan zie je dat de vloeistof gewoon horizontaal blijft staan. En dat is niet het geval bij een granulair stof. Ja, als je zo'n glas kantelt, dan gaat het eerst gewoon mee tot een bepaalde hoek en dan gaat het glijden in één keer. En dat glijden gebeurt bij een bepaalde hoek. Ja, en die hoek noemen we lawinehoek. En hoe kleiner de lawinehoek, des te stabieler is de stof. En lawinehoek heeft natuurlijk te maken met het verschijnsel lawines, maar het heeft ook in ons land wel een toepassing. Denk aan de dijken. Ja, een dijkverzakking wil je niet hebben. En dat is ook plotseling gebeurd, zo'n dijkverzakking. En het heeft te maken met het materiaal. Niet alleen het materiaal, hè, denk aan zand, maar als zand uitgedroogd is, gaat het makkelijker verzakken dan bijvoorbeeld als er een beetje water in zit. Hè, met water is het in feite een soort lijm. En dan betekent dat de lawinehoek kleiner is voordat het gaat schuiven.
Je moet ook weer niet te veel water hebben natuurlijk, want ja, dan gaat het juist weer makkelijker schuimen. Terwijl de samenstelling van materiaal is van belang. Wat ook van belang is, is de grootte van de diverse deeltjes. Als je hele grote deeltjes hebt, dan zul je zien dat als het gaat schuiven, dat vaak dan alleen de bovenste laag gaat schuiven. Ja, dat is ook iets van belang bij de granulaire stoffen, bij de lawinehoek. Ah, een bak koffie, lekker. Ben ik wel aan toe. Trouwens, koffie, als je een pak koffie hebt, vooral zo'n vacuüm verpakt iets, dan zul je merken dat die knoeter en knoeter hard is. En als je hem openmaakt, dan is hij plotseling zacht. Dat komt omdat in het vacuüm verpakt die deeltjes hecht op elkaar gepropt zijn. En we noemen dat de jamming van de granulaire stof. Jamming betekent dat de deeltjes zo dicht op elkaar zijn gestapeld dat er eigenlijk geen ruimte over is. En ze kunnen geen kant op, oftewel het is in feite een vaste stof geworden. Een toepassing hiervan. Nou, stel je voor, ik heb een balletje. Hè, en ik wil het oppakken. Nou, niet bij de hand doen, want hij is ontzettend heet. Of ruikt dief. Of giftig, noem maar wat. Oftewel, je wilt dat geautomatiseerd doen. Nou, kijk. Hier heb ik een zakje. En het zakje is niet zomaar zakje, nee. In het zakje zit koffie. Ja, geen vacuüm koffie, gewoon zachte koffie. Wat gebeurt er dan? Ik ga naar beneden toe doen. En omdat het zacht is, kan het er gewoon zo omheen doen. Dan pak ik een stofzuiger. En ik ga de lucht eruit zuigen. Zo. En dan wordt hij dus hard. Dat betekent dus dat hij zich om het balletje heen gaat. En ik kan hem gewoon omhoog tillen. En ik heb dus nu een robotarm. Ja, die diverse vormen aan kan pakken. En dat is een toepassing van jamming van de granulaire stof. Dit is een ontzettend mooi eigenschap van granulaire stof. Stel je voor, je hebt, ik heb hier 5 bakjes en daar verdeel ik wat stof, kogeltjes in. En ga nu de bakje neerbewegen. Ja? Op en neer bewegen, zodat die kogeltjes op en neer stuiten en ze gaan dus her en der naar links, naar rechts, et cetera, et cetera. Hoe zullen die kogeltjes zich verdelen? Blijft het zo? Gaan ze naar links, gaan ze naar rechts? Hoe gaan ze? Denk eens over na. Ja, nou, even een filmpje wat er in het echt gebeurt. Hier komt het. Je ziet de kogeltjes gaan eerst overal en derde toe. Maar op een gegeven moment zal er toevallig 1 bakje meer kogeltjes krijgen. En dat versterkt elkaar. Ja, de kogeltjes die kunnen moeilijker uit een bakje komen waar zoveel kogeltjes zitten. Ze houden elkaar in feite vast. En daardoor zal dus een bakje wat toevallig eens een keer wat meer kogels hebben, dat versterkt elkaar. En alle kogeltjes zullen op den duur in 1 bakje zich verzamelen. We noemen dit verschijnsel
clustering van granulair materiaal. Ja, dat is dus de eigenschap dat al die deeltjes ja, in één positie komen. Het is wel van belang, want soms wil je dat natuurlijk juist niet. Stel je voor, je hebt een medicijn en dat wil je verspreiden over de diverse pilletjes. Ja, dan wil je natuurlijk niet dat één pilletje ja, heel veel van het medicijn krijgt en alle andere pilletjes niet. Oftewel, clustering van granulaire materialen. We zijn gekomen bij de laatste eigenschap van een granulaire stof. Eerst even een filmpje. Ja, er waren een paar noten in een bakje gedaan. Braziliaanse noten, geloof ik dat is. En daarbovenop wordt een behoorlijke hoeveelheid rijst gedaan. Beide granulaire stof natuurlijk. En we gaan het door elkaar schudden. Ja, nou, schudden. En eventjes er bovenin kijken. Ja, oké. En dan zie je dus dat die zwaardere noten niet onderin blijven liggen. Nee, ze worden omhoog gehaald. Ja? En dit is een eigenschap van een granulaire stof. Ja, de noten komen bovenin. Nou, we gaan dit nog een keer bekijken. Maar dan met een röntgenopname. En je kijkt dus wat er binnenin gebeurt. Ja, je ziet dus dat alle deeltjes worden omhoog geworpen. Ja, alleen die lichtere deeltjes die wurmen zich onder het zware deeltje. En de zware deeltjes die worden in feite omhoog geduwd. Oftewel de zwaardere deeltjes komen bovenaan. We noemen dit, hè, het waren Braziliaanse noten. We noemen dit het Bressel-Nut effect. Dus, oh, over nut gesproken, dit is op zich ook wel erg nuttig natuurlijk. Hè? Oftewel, we stoppen ermee. Bedankt voor het kijken en wellicht tot ziens.